Gedeputeerde Janne Wietke de Vries opende donderdag het bezoekerscentrum Nationaal Park de Olde Veerne en het Fries Landbouwmuseum. Het is gevestigd in het voormalige activiteitencentrum van buitenplaats Het Wiert in Eerdewoude. Het werd in 2006 door het Frieske Geer gekocht met de bedoeling er een nieuw bezoekerscentrum voor Nationaal Park de Olde Veerne te vestigen, onderdak te bieden aan het landschapsexpositie en huisvesting te bieden aan het nieuwe Fries Landbouwmuseum. En nu is het allemaal af. In de Wiertpleets komen nu echt natuur en boer bij elkaar. Voor de officiële opening spraken we met Sebastiaan Laarman van het Frieske Geer en Henk Dijkstra van het Fries Landbouwmuseum. Sebastiaan Laarman, het bezoekerscentrum kan eindelijk open, hè? Ja, klopt, ja. We zijn lang bezig geweest om alles helemaal op orde te brengen en de inrichting. Het gaat niet over één dag ijs. En het is nu helemaal klaar. En zoals u achter ook ziet, de vogels al op de achtergrond. En voor de rest zijn er heel veel dingen voor jong en oud. Het is echt een bezoek waard. Het gaat helemaal over de Olde Veerne. Klopt, ja. Dit bezoekerscentrum gaat puur over het Nationaal Park de Olde Veerne. Eigenlijk heeft bijna elk Nationaal Park het een bezoekerscentrum. Dat hoort er ook bij. En dit is eigenlijk het kloppend hart van de Olde Veerne. En hier kan men alle informatie vinden over de Olde Veerne. Over recreatie, beheer, flora en fauna. Het is heel erg gericht op beleven. Ja, klopt. Het is meer ook van, ja, de mensen moeten natuurlijk als ze binnenkomen, dan moet er natuurlijk ook iets te zien zijn. En het is vooral gezinnen die hier ook komen. Nou, het zijn kinderen, dus dan moet ze echt op een belevende en een interactieve manier wordt het getoond. En vooral met de kwestie van doen en echt een prikkel om naar buiten te gaan, om de Olde Veerne daadwerkelijk te ontdekken. Want ja, dit is meer binnen, maar het gaat eigenlijk om de natuur erbuiten. Het is een heel interactief geheel. Klopt, ja. Ja, het is, we hebben bijvoorbeeld ook de interactieve vloer. Daar kunnen mensen overheen lopen op verschillende punten. En dan wordt wat verteld over wat er precies allemaal te doen is. Niet alle gebieden zijn daadwerkelijk open voor het publiek. Het is toegankelijk. Maar men kan wel zien van wat er eigenlijk allemaal te beleven is. En ook qua wat daar voor planten en vogels aanwezig zijn. Daarnaast hebben we ook nog webcams, verschillende plekken. Bijvoorbeeld op het Ibertsiem. Daar is een webcam, dus ik kan mooi de ooievaars kunnen ze bekijken of ze jonger zijn en wat ze daar allemaal doen. Maar ook op twee andere plekken in de Olde Veerne komen die daar te staan. En verder hebben we ook nog van, kunnen ze het beheerspel van het Frieske Geer dus het overnemen. Dus als ze gaan ze Frieske Geer spelen. En dan kunnen ze zien van wat er even invloed is van beheersinvloeden. Dus bijvoorbeeld onder water zetten, gebied, wat gebeurt er dan met de dieren en de planten en met het gebied zelf. Sebastiaan, een interactieve vloer. Klopt, ja, daar staan we nu op. Dit is de Olde Veerne, eigenlijk vanaf een helikopterview. En dan kunnen ze op verschillende punten kunnen ze bekijken van als ze er overheen gaan met een voet, krijgen ze hier op het achterscherm, wat nu ook al te zien is, krijgen ze zien van goh, wat is er allemaal te zien. Planten, dieren, maar ook als het gebied toegankelijk is, kunnen ze daar fietsen, varen, wandelen. En dan krijgen ze een beetje een idee van goh, wat is in de Olde Veerne, wat kunnen we daar allemaal doen. En dan kunnen ze ook bij de balie kunnen ze daar een folder halen over wandel of kanefolder. Of meer informatie vragen over om daadwerkelijk dat gedeelte van het gebied te bezoeken. Vandaag dus voor het eerst open. Hoeveel mensen verwachten jullie hier op jaarbasis? De doelstelling is 25.000 betaalde bezoekers. En daarnaast zijn er natuurlijk ook mensen die gewoon hier langskomen langs de balie. En we hopen in ieder geval sowieso dus 25.000 betaalde bezoekers. En verder, als meer mensen komen, zijn natuurlijk ook van harte welkom. De combinatie met het Landbouwmuseum moet natuurlijk de zaak wel versterken, denk ik. Nou, het is absoluut een win-win situatie. Het is boeren en natuur komt samen. En dat geeft ook veel invloeden met elkaar. En het is absoluut een meerwaarde dat je alles in één centrum hebt. We hebben ook nog hier een mooie horecagelegenheid, mooi aan het water, in het gebied van de Olde Veerne, hart van de Olde Veerne. En daarnaast hebben we ook nog een groot theaterzaal hier. Dus echt een multifunctioneel centrum is het. Henk Dijkstra van het Landbouwmuseum. Het is zover. Ja, eindelijk zover. Na een heel lang skoft kunnen we iepen, dus daar ben we heel blij mee. Het had frisgevoel gevoel heel lang door. Ja, van je gevoel misschien wel, maar als Jost wat er al je bad is in een dikke IT, dat is ik nogal wat. We zijn verhuizen, we moesten je verbouwen en we moesten op naar een inrichtje. En dan is een ier nadien zo lang. Kon je hem de hele collectie kwijt uit ex Marawai? Het museum daar van Grutpad is die collectie hier weer inkaam en de rest is vanzelf weer in depot. Want we kunnen maar een heel iets gedeelte zien letten van wat we echt hadden. Daar lees ik dan per 1000 voorwerpen in depot vanzelfs. Daar zit ik wat dubbelspul bij. Maar de belangrijkste dingen die in het verhaal passen, die kunnen we natuurlijk zien letten. Wat opvalt mij uit de oorplak in Exmarre, dat het heel beeldzend uitviert is. Ja, klopt. De technieken bij Jouwte Dij vanzelfs ook heel oors. Dat museum wil we 20 jaar lien inrichten. En dus just nou dat wordt veroord. De technieken binnen oors en je wil het verhaal op een andere manier vertellen.
Een heel mooi voorbeeld is een tjemmoene die hierachter staat. Als die gewoon delt zegt, dat zei de mensen net meer. Maar op het moment dat er een filmpje achter draait en dus juist dat hinder erin rin, dan komt het al libben. En we zitten vanzelfs met een doelgroep die net meer van de pleats komt. En dan is dat heel mooi dat het op zo'n manier dwang is. Nu komt het sinds weer meer mensen net van pleats als al. Ja, meer dan de helft van de wereldbevolking wennen het in de stad. Je wordt het daar, dus geen manij. Er moet meer uitlijn worden. Er moet meer uitlijn worden, er moet meer taaljochten worden, dat klopt. En omdat met hele lange teksten te doen, dat wil ik niet meer jou te doen. Dus dan kiest het mijn animaties en mijn beelden heel mooi doen. Dat wil ik heel erg inspelen op de band. Ja, klopt het. We hebben verschillende doelgroepen aansen, daar ik programma's voor. Voor de kleuters hebben we aansen een kalfjespad op het terrein. Dat is heel geschikt. En we hebben voor de oudere squallenband en band die met de huishoudingen komen, hebben we hier aansen de timeskaters. Dat is een beetje een verbeelding van band die met een skateboard door de tijd in de surfen. En dan in verschillende momenten in de skiën is even de groenrijtjes, maar en daar wat leren kennen.